thuiskijken bij bekende en onbekende Terschellingers. Wat is er de komende tijd allemaal te doen? Wij hebben de seizoensagenda van 2024 en uit de oude doos Hessels Wereld. Hallo allemaal en welkom bij het Terschelling TV-journaal van zaterdag 2 maart 2024. Aangezien de vakanties weer voorbij zijn en er in deze periode niet heel veel te beleven is op het eiland, reizen we vandaag in dit journaal even terug in de tijd. Nu een leuk item genaamd Folluk. Als je op het eiland bij iemand op bezoek gaat, dan is dat wat je roept om te kijken of er iemand thuis is. Of er volk is dus. Deze aflevering is 5 jaar geleden opgenomen, maar is destijds op de plank blijven liggen. We nemen hier een kijkje achter de voordeur bij Harry van Nouhuys. Folluk! 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 Hoi! Hey Harry! Hoi! We zijn bezig met een nieuwe serie voor Terschelling TV, genaamd Folluk. Ja. En in Folluk gaan we eventjes bij mensen thuis kijken. Nou, het lijkt ons hartstikke leuk om even bij jou een kijkje te nemen. Vind je dat goed? Kom in mijn rommelhuis, zou ik zeggen. Hey Harry, je bent nu een jaartje met pensioen? Ja, alweer een jaar en 2 maanden. En je verveelt je nog niet, denk ik? Ja, echt niet. Ik heb het eigenlijk nog drukker. Veel drukker. Maar op een andere manier druk en lekker rust geven. Leuk, vooral de dingen. Ik ben nou 3 tafels aan het restaureren, die ooit in Zeeser stonden. Die zijn weer verkocht aan Anna Bierenma. Dan gaan we straks eventjes kijken. Ja. Hoe lang heb je bij Doeksel gewerkt? 40 jaar. 40 jaar en nu lekker van je pensioen genieten. Ja. Ja. Oké, nou, ik zie het al. Je bent super creatief en dat weten we natuurlijk ook van jou. Ja, dus, dat valt wel mee. Dat valt er mij nou. We kunnen wel eventjes, we gaan zo eventjes bij... Kijk, voor Doeksel heb ik dit nog gemaakt. Ik maak hem aardewerk. Oké, voor Doeksel zat je in het aardewerk? Ja, van mag hem aardewerk en dan zou ik uit naar Delft, naar de kunstacademie en daar in Delft voor het Delftse aardewerk. Maar op een hele gekke manier raakte ik vanuit Hallingen Makkum weer terug naar de Schelling. 40 jaar geleden alweer. Achteraf prachtig natuurlijk. Ja. Ja, hey, Harry, je zei het al, je maakt hele mooie tafels en ook lampen. Ja. Met alle materialen uit zee? Ja, dat was ook het meeste materialen wat ik dan... van de jongens van Walter Bakker. Dank je zelf ook? Nee, helaas een oorprobleem. Een heel jonge oorprobleem. Ik heb het wel geprobeerd, maar dat was gelijk door de dokter af te raden en 5 operaties gehad. Dus dat is helaas mijn broer het wel, hè, ondanks 70. Nee, maar meer die spulletjes die ik dus toen die tijd van Walter en Johan en die jongens natuurlijk nu nog voor een zacht prijsje kon overnemen. Daar heb ik die dingen van kunnen maken op mijn idee. En dat die van strand haalt? Die en van strand haalt natuurlijk. En dat is ook weer net qua storm, weet je wel, wat de zee geeft. Ja, heb je tafels of zo kunnen even kijken? Ik ben net dus oude, gemaakte tafels van 8 jaar geleden aan het restaureren. Het valt een beetje tegen, moet ik zeggen. Maar, het werk valt tegen? Ja, het valt toch wel met die epoxy. Nou ja, ik zal het je zo even laten zien. We gaan even kijken. Wauw! Ja. Zo. Hey, hier gebeurt wat, Harry. Dat is dus, ook weer, daar heb ik er ook van geleerd. Stel dat ik nu een opdracht zou krijgen, of ik heb wel ideeën, maar ik ga het niet gelijk maken omdat het toch privé veel geld kost. En die Anne Bierenma van Oost-Trent, die heeft ze gekocht en die vroeg mij, kun je ze nog weer wat restaureren, want ze waren zwaar beschadigd. En die was ook zwaar beschadigd, echt zwaar beschadigd. Je ziet nog een deel, is het in de voor-epoxy. En dan komt hier nog weer schuren en dan komt weer een epoxylaag overheen en lak. Maar Harry, zo'n tafel is er niet te betalen? Dit is allemaal handwerk. Ja, nou ja, inderdaad. Dan, ja, dus, mag ik vragen waar we het over hebben met zo'n tafel? Nou, als het goed is, dan praat je toch wel over €2.500. Ja, dat is en dan eigenlijk is dat nog voor niks, Harry. Nog voor niks, want er zitten materialen in, zoals je kunt zien. Dat is eigenlijk, het Scheepvaartmuseum zou graag in huis willen hebben. En het is eenmalig. Ik heb wel een klant gehad, daar heb ik een lamp voor gemaakt. Die belde steeds op, kun je er dat erbij? Toen zegt meneer, prima, maar ik kan niet naar de HEMA gaan om daar... Het komt van de zeebodem. Ja, en dat is maar er zit een heel geschiedenis achter vast. Ja, dat is eigenlijk echt onbetaalbaar. Dat is, eigenlijk onbetaalbaar, Ja, prachtig. Dat is echt super. Maar dit is dus eigenlijk wel mijn hart. Dan ook met lammen, met tafel, naar het materiaal. Oké, we gaan eventjes kijken wat we hier achter deze deur hebben. Nou, het toilet. Nou, ook dat ziet er geweldig uit. Daar kom je nooit meer vanaf. Ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen we ook even boven kijken? Ja, ja, het is klein, maar ja, prima. Nou, dus maar ja, toch wel over door de achterstuk met vriendin Paradiso heel veel aan concertkaartjes die ik heb gespaard. En waar ik heel veel, zoals hier dan natuurlijk de klapper van mijn hele leven, van het concert Rolling Stones in Paradiso. Ja. Nou, dan is dit bij ons slaapkamertje. Dat is, noemen wij het wrakke slaapkamertje. Dan heb je wat sloophout van uit zee. En, maar dat is alweer jaren geleden. En dit was een hele grote plank nog, een wrakke plank. Dus niet helemaal natuurlijk. De bed heb ik het hout van het strand, de balken. En de poten zijn ook uit de tuin. Wrakpoten. Ik denk, Harry, dat menigeen hier jaloers op is, op zo'n slaapkamer. Ja. Ja. Hey, Harry, een van je grote hobby's, een van je vele hobby's is natuurlijk ook je neekaf. Ja, ja, dat heb ik al. Het is de tweede, maar ook alweer iets van 23 jaar. En dat doe je alles zelf aan? Bijna. Ik heb wel van Dijkhuizen, hè, dat is de monteur van alle oldtimers van Terschelling, die toch wel... noem ik dan een oude monteur nog, ouderwets. Ja. Ja. Maar daar heb ik heel veel hulp voor. Ik ben dan niet zo technisch eromheen, maar ik ben wel blij dat die man er nog steeds is en het graag wil doen. Ik kan me ook jou niet voorstellen in een andere auto eigenlijk, Harry. Ik heb je wel eens horen zeggen dat je best zou doen, maar dat was een vlaag van verstandsverbijstering, denk ik. Ja, misschien ook wel. En ja, soms denk je er wel eens aan. Dan word je toch, wordt ook een beetje ouder natuurlijk. Ik ben helemaal niet zo oud, maar toch denk ik, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Maar ook door al mijn kennissen en al mijn vrienden en vriendinnen en vannachtens uit het hele land. Ja, die blijven het geweldig vinden. En dan krijg ik vaak te horen, die gaat niet weg. Ik heb je ook wel eens horen zeggen, van als ik kom te overlijden, dan gaat de kist achterop die neekaf. Ja, mocht het gebeuren dat die er nog is, inderdaad. Dat heb ik gewoon beschreven, want ik bedoel, dat hoort ook bij het leven. Geen gewoon een mooie van wrakhout, een plankie. En achterop de jeep. En misschien wel een goudem. Want ik denk dat ik me laat cremeren, wij hebben geen kinderen. En dan mooi uitstrooien op een Noordzee. Dus geen grote, glimmende, zwarte, grauwe limousine voor jou, maar lekker in een houten kist op de neekaf. Ja, op de neekaf, zeer zeker. Ik hoop dat die neekaf eerder verrot is, Harry. Ja, ik hoop het ook. Hoor. dat lijkt me beter. Dat hoop ik ook, inderdaad. Ik vond het geweldig hier. Je hebt een prachtige plek om te wonen. Ja, zeer zeker. Uitzicht, toch? Ja. Zeker. Het is klein. Maar je ziet het, mijn schuur nog alles erbij, dus ik heb daarna niks te klagen. Okay, ik vond het super om even bij je binnen te kijken. Dankjewel. Vond je dit item leuk en heb je iemand bij wie je graag een keertje thuis zou kijken? Stuur ons dan even een mailtje of laat een berichtje achter in de comments. En misschien gaan we daar wel op bezoek. 25 jaar geleden heeft Hessel voor het tv-programma De Ideeënfabriek van de NCRV Hessels Wereld gemaakt. Een programma over de dagelijkse dingen van het eiland. Gewoontes en bezigheden van jong tot oud. Kijk mee en waan je nog heel even 25 jaar jonger. Ik ben Hessel en ik ben een eilander. En dat ben ik al een halve eeuw. Het leven van een eilander is anders dan dat van bijvoorbeeld een jongen uit Amsterdam. We gaan het in deze aflevering hebben over hoe eilanders leven met en van de natuur. Wij houden allemaal van Terschelling als geboren eilander of als niet geboren eilander of als toerist. Iedereen die hier op het eiland woont en of mijn pad overheen vliegt, die houdt waarschijnlijk van het eiland. Iedereen op zijn eigen manier. Kijk, wij zijn hier geboren en wij hebben alles dan meegemaakt toen Terschelling eigenlijk nog arm was. De eieren die haalde men van de Bosplaat af. Dat was heel normaal in die tijd. Men had die eieren, maar en passant als men een zeehond de pas af kon snijden, dan ging de klomp uit. De horster Zo, de hoster ging uit en hij kreeg een tik op zijn neus. Het zakmes ging uit de zak. Hij werd ter plekke gestroopt. Het velletje ging mee. En dat was allemaal heel normaal in die tijd. En, maar nu, de tijden zijn veranderd. Je moet alles in zijn tijd blijven zien. Ik weet zelf wel gevangen. Want de huid ging eraf en dan, net als zo'n jort van Japke. Die hadden die speklager tussen nou en die gingen en de pan en toen mocht het. Nu mag het niet, zeehonden vangen, joh. Zeehonden vangen. Ik kan beter het hele soort hier om me heen uitmoorden, dan krijg ik niet zo'n straf. Maar je hebt het ook niet meer nodig, hè? Nee. Ik ga naar de bot steken als ik zelf wil. Ik weet dat het niet meer mag. Ik ga naar het strand, zoals Jan Zwart. Ik weet dat het niet meer mag, maar ik ga vroeg dat er niemand last is en niemand ziet mij. Nee, precies. Dus in feite zeg je dus van regels prima, maar op sommige momenten niet voor mij. Omdat ik mijn eigen regels heb. Ik zal hier een stoortje maar zetten. Ik druk daar maar even in. Stootjes. Het is een netje met opgebonden touwtjes waar de zakjes vormt, waar de vis eigenlijk in verwart. Want de vis wordt er hoofdzakelijk in geklopt. Stootsgewijs komt die vis in dat warnetje, verwart zich erin met de staart of de kieuwen en ligt dan gewoon gevangen. Ik dan met de klapper. Oorskant. Met afgaand tij ging het vis weer naar diep het water, maar jij had het een stukje afgesloten. Nou, het was maar 60 meter hoor, op zo'n groot wat was dat niks. Maar er zat zoveel vis wel dat je altijd wel zo'n 30, 40 vissen in 60 meter stootjes had. En dat was ook ruim voldoende om te gebruiken. Soms veel te veel. Je gebruikte het soms als overdaad. Maar je deed ze roken, je deed ze drogen. Je kon er eigenlijk alles mee doen. De huidige dagen is dat wat minder. Zat er vis, dan deden we dat dan regelmatig. En elke Terschellinger deed dat regelmatig. Als je vroeger honger had, dan had je niet zoveel keus. Dan moest je gaan vissen of je ging jagen. En dat vissen gebeurde hier, op de Grieën. Hier gingen ze stootjes zetten en botwond plaatsen. Dat gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. Want er zit eigenlijk geen vis meer. En dat is niet veroorzaakt door de eilandbewoners. Want als alle eilandbewoners bij elkaar, van Denemarken tot aan Texel, het hele jaar zouden vissen, dan zouden ze nog minder vis boven water halen dan één Urker kotter in een uur doet. De kooi is het paradijs en de hel in één keer. Een paradijs voor alle vogels en andere diersoorten die in zo'n kooi in alle rust kunnen broeden en leven. Voor de wilde eend echter, als die neerstrijkt bij een tamme soortgenoot, is het de hel op aarde. Hij gaat de pan in. Vroeger was de kooi eend een van de belangrijkste exportartikelen die Terschelling had. Tegenwoordig niet meer, er worden nog maar enkele tientallen per jaar gevangen en het is meer de hobby van de kooiker. Lekker zijn ze wel, want er zitten geen kogels in. Tegen de avond dan gaan vaak de tammen de kooi uit en gaan naar fourageren, zo dat heet, in het veld. En die neemt dan in de vlucht, dus de wilde mee, in de kooi. En dan gaan ze alvast een beetje de vangkwijpen en zwemmen helemaal vooraan. En dan strooi je erin. En dan loop je door naar achteren en dan komt de makker met je mee en die lokken de wilde mee de kooi in. De wilde die razen door naar het eind, waar het vanghokje zit en waar ze dus op een of andere manier de pijp uitgaan. En ervoor dat bij zo'n eendenkooi is, je kunt de eenden nog selecteren. Want als je een eend vangt in die kooi, dan markeert hij niks. Of in het vangkastje. Je kan het beoordelen als het een mager beestje is. Dan zeg je, nou, jij moet eerst maar nog even naar je moeder gaan en dan knap aan de brint aan, ander jaar maar terugkomen. Maar als je als geweerman daar staat en er gaan een paar eenden en ja, dan moet je een keuze maken en je schiet erin neer. En als het dan blijkt dat het niet de goeie is, is het jammer, maar je kan niet meer zeggen, haal de kogels eruit en laat hem weer vliegen. Een eilander heeft dat gevoel, die moet zichzelf kunnen redden. Vroeger had je misschien in de 6, 7 weken geen verbinding met de overkant en de wind. Maar wat dat vind ik altijd zo mooi van de Terschelling, die zijn gek op dat eiland. Maar is het nou ook mooi of is het gewoon? Dat zag je vanzelf niet, want je wist niet beter dat het zo was. Het was gewoon zo. Het was gewoon. Mooi was het niet, lelijk was het ook niet, het was er gewoon. Wat is nou echt heel mooi? Wat is nou het mooiste van de Bosplaat, dat vind ik als je daar staat, dat je... Dat je heel in de verte al, je hebt enorm goed zicht. Dus je ziet overal horizon rondom en de lucht verandert voortdurend. Het is net alsof je eigenlijk op zee zit. Het is ook wel eens prettig een stukje te hebben waar je helemaal over kunt gaan in een soort gepeins of weet ik veel wat. Gewoon in jezelf lopen zonder dat je geluiden hoort van door mensen geproduceerd. Het is gewoon een hele mooie vorm van iets beleven, vind ik. Dat je eigenlijk alleen maar de zee hoort, de wind door je oren, de vogelgeluiden. Dat het zo dichtbij is, zeg maar. Dat heeft niet iedereen. De natuur en de Waddenkant en de Noordzee. En, ja, het geeft ons wel heel veel vrijheid. Natuurlijk, als je naar Drenthe gaat, is het ook prachtig. Maar dat speciale wat je hier hebt, dat is niet ergens anders, zeg maar. Niet van mij in ieder geval. Ik sta hier bij het Groene Stek, het begin van de Bosplaat. En de Bosplaat was vroeger eigenlijk niet meer dan een kale zandplaat. Totdat boeren en eilanders er samen aan de noordkant een stuifdijk gingen aanleggen. Honderden jaren werd de Bosplaat eigenlijk alleen maar gebruikt om te vissen, om te jagen, om meeuweieren te zoeken. Maar dat mag allemaal nu niet meer. En dat is heel vreemd, want dat heeft nooit geleid tot aantasting van dit gebied. Op dit moment kun je stellen dat de Bosplaat eigenlijk alleen nog maar gebruikt wordt voor toerisme, als trekpleister. En dat vraagt een iets andere aanpak dan vroeger. Om dat allemaal goed te laten verlopen, wordt de Bosplaat nu beheerd door Staatsbosbeheer. Mijn werk bij Staatsbosbeheer is in de zomermaanden ben ik dan vogelwachter op de Bosplaat. Van 1 april tot eind augustus. En dan geef ik excursies aan de toeristen. Ik doe aan broedvogelinventarisaties. Dit jaar doe ik dan de koloniebroedvogels op de Bosplaat. En ik ben een beetje een groene politieagentje. Ik corrigeer mensen als dat moet. Loslopende honden moet je aan denken. Mensen die planten plukken. Kijk, dan komen de lepelaars eraan. Dat twee. Een kleine zilverreiger was er net bij. Er moet iemand voor de natuur opkomen. Dat wordt wel eens een beetje laconiek over gedaan. Maar er moet toch een instantie zijn, of in ieder geval de natuur kan niet meer voor zichzelf opkomen. Het gaat vooral natuurlijk om de rust in dit gebied, waardoor de vogels een goed broedresultaat kunnen krijgen. Want dat vinden wij heel belangrijk. Denk jij dat het van invloed is, als jij daar een keer rondloopt, dat dat dan slecht is voor de natuur? Of dat het... Nou, het is maar net hoe ik erom loop en net wat Oene zegt, hoeveel. Maar als ik daar loop, dan zal ik dus, als er wat zit, er met een grote boog omheen gaan. Ik denk ook dat je dat moet zien zoals... ja, de massaliteit, dat is het gewoon. Zo'n jeepje, dat maakt niet uit. En als hij daar rustig tuft, dat maakt allemaal niet uit. Ik kan me niet voorstellen dat je naar strand gaat om de boel te vernielen. Maar ze zullen er ongetwijfeld zijn en dat vind ik allemachtig jammer. Want er zal nooit één mens iets van mij zien ten nadele van natuur en strand en Terschelling. We hebben allemaal nog wel ideeën. Julia, jij haalt honing uit de natuur. Dus dat is ook een vorm van oogsten uit de natuur. Ja, absoluut. Een beetje klein of hangen. Cranberries. Cranberries, ja. Cranberry, is de Bosplaat, is dat ook allemaal verpacht? Want er groeien niet zoveel cranberries, heb ik het idee. Ik weet een plekje waar ze wel groeien, maar dat vertel ik niet. Cranberries. Een van de beroemdste producten van de Schelling. Ooit gevonden door een jutter op het strand, aangespoeld, vatenvol. En hij dacht van, wijn, dit is voor mij. En hij maakte het vat open en er zaten droge bessen in. Hij was helemaal teleurgesteld, woedend, en hij sloeg het vat stuk. En daar lagen de bessen, in de duinen. Vogels die ontdekten dat al snel en die aten die bessen op. En met de mest van die vogels en de zaden van die cranberry kwam dat terecht in die duinvalleien, in die lage stukken van de duinen in Terschelling. En zo ontstonden de cranberryvelden. Uniek in Europa. Er is nog een heel klein stukje op Friesland waar je ze kunt vinden. Maar verder is het alleen op Terschelling. En ja, lekker. Het mooiste moment van de dag is 's morgens tussen 5 en 6 uur. Want dan ga ik de duinen in. En als je dan treft dat je bijvoorbeeld die dauw, die ligt nog op dat cranberryveld. En dan ruik je bij wijze van spreken, dan word je als het ware bezwangen door een bepaalde geur en lucht. En dan zie je dat in de vrije natuur groeien, zo in duinpannen. Ik mag daar de pachter van zijn. En ja, dat vervult mij inderdaad wel met enige trots, mag ik zeggen, ja. En weten wat je ervan kunt maken, ja, dat is uniek. Dat is met geen pen te beschrijven. We maken 2 soorten thee, de jam, mosterd, cranberry stroop, siroop. En toen kwam dus die hele sapmarkt om de hoek kijken. Ongezoet en lichtgezoet sap. Exportartikel geworden, in de zin dat je, zodra je van Terschelling over zee steekt, dat je dan exporteert natuurlijk. En dat is natuurlijk een prachtig gebeuren, zo vanuit de duinen, uiteindelijk in de fles, in de winkel, in Nederland en België. En dat is uniek. Het eilandgevoel, dat speelt heel sterk bij mij. Ik bedoel, ik zal ook nooit ambiëren om in de duingebieden bijvoorbeeld wel grootschalig met machines te gaan werken. Dat zou ik niet eens willen. Het zou natuurlijk commercieel gezien fantastisch zijn, maar dat zou ik niet willen. Ik herken en erken ook die waarden, die natuurwaarden. Daar ben ik bij opgegroeid, dus, en daar zijn mijn ouders mee opgegroeid. Dus dat zou ik niet aan willen tasten. Het commerciële belang vind ik dat je een basis moet leggen om een bedrijf met 7 man in dienst te houden en een jaarbetrekking te geven. En dat hier uit de duin te halen, als je dat goed op je laat werken, nou, dan is dat gewoon, dat is uniek. Dat is gewoon uniek. Maar ik vind het namelijk verschrikkelijk belangrijk dat deze cranberry voor Terschelling en voor het nageslacht bewaard blijft. Dat is voor ons, voor Terschelling, van uiterst belang. Dat geeft hier aan dit eiland een gouden randje, wat andere eilanden niet hebben. Ik denk dat ik een jaar of 12 was, dat ik zelf voor het eerst cranberries ging plukken. Dat was natuurlijk hartstikke leuk, want dan kon je een hoop geld verdienen. En dan gingen we dat doen bij meneer Bloem. Meneer Bloem was een oude man, bruin, heel bruin, met spierwit haar. Een beetje Indisch uiterlijk, een beetje feodaal, een beetje koloniale man. En dan, als we dan heel veel geplukt hadden, een hele week... en dan gingen we vrijdagmiddag naar meneer Bloem om uit te betalen. En dan zat hij achter een tafel in de bessenschuur bij paal 8... En dan keek hij over zijn brilletje en dan zei hij tegen ons van... Het is wel veel geld, hè, voor zo'n jonge jongen als jij. echt. Het leuke aan bijen, dat is, het zijn levende wezens natuurlijk en elk levend wezen is anders. En bijen vind ik ontzettend interessant, omdat ze natuurlijk honing aan de ene kant leveren, maar aan de andere kant ik vind het geweldig mooi om te zien hoe ze vliegen, hoe ze met verschillende kleuren stuifmeel van verschillende bloemen thuiskomen. Ja, dat fascineert mij enorm. Je kunt ze niet echt aansturen natuurlijk, maar als je de biologie van die bijen doorhebt, dan kun je wel heel veel sturing aan geven. Bijen houden is niet moeilijk, denk ik altijd, want het is gewoon, je schaft je een bijenvolk aan en had ik idee, je bent bijenhouder. Maar imkeren, dat is een kunstje op zich. Het ziet er goed uit. Grauwe ganzen. Het is wel heel mooi dat je dan op een gegeven moment de kasten hier vandaan haalt en dat ze eigenlijk loodzwaar zijn. En dat is dan wel een, ja, een kroontje op je werk. Dat vind ik altijd wel heel, heel mooi. Het hele gedoe met bijen, het houden van bijen, het maken van de kasten, het maken van de ramen. Het zorgen dat er een goed product tevoorschijn komt. Ik vind echt ook dat je dan iets toevoegt aan de Terschellinger markt. Een echt product van het eiland. De natuur. Ja, maar dat is toch ook oogsten? Dan maak je gebruik van de natuur. Nou, oogsten, ik verkoop het, dus ik krijg er centjes voor, zeg maar. Dus ja, dat is niet echt dat ik iets uit... Ja, ik maak foto's van de natuur en die leg ik vast op doek. En dan hoop ik dat ik daar de toeristen mee kan verblijden en dat ze dat kopen. Dus in mijn winkeltje. En dat komt omdat jij kan zien wat mooi is en wat lelijk is? Nou... Het is alleen maar mooi, de natuur hier op Terschelling. Het is hier prachtig. Hebben we geen lelijke dingen? Nee, helemaal niet. De natuur, elke jaargetij is anders. Het is bruin, geel, groen, alle kleuren. Het is prachtig. Ja, je kijkt altijd door je camera heen, zeg maar. Dus dan vang je het leukste beeldje vang je op in dat kleine kadertje. En ja, juist de sferen, de luchten, de donkere luchten of de... Ja, dat is altijd heel mooi. Een cadeautje om te schilderen. Er zijn natuurlijk vele eilanders die de natuur gebruiken om te jagen, om te vissen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel eilanders die de natuur op een totaal andere manier gebruiken. Die gebruiken de natuur als inspiratiebron voor hun kunst, bijvoorbeeld. Barbara Schot is een van die mensen die dat doet. En die gebruikt onder andere dit gebied om aan iedereen te laten zien hoe mooi dat is. Kunstenaars kijken toch heel anders naar de natuur dan natuurbeschermers bijvoorbeeld. Of wetenschappers. Die kijken op een andere manier, een kunstzinnigere manier, een erotische manier, artistieke manier. En die leggen ze dan vast in hun kunst. En wat is er mooier dan een stukje van die liefde aan de muur. Een foto is soms wat grijs of grauw en dan maak ik hem. Alleen omdat het de compositie mooi is, zeg maar. En voor de rest vul ik hem toch ook wel naar eigen kleur in. Soms groeit hij niet aan de horizon van die mooie gele bloemetjes. Maar dan maak ik een geel streepje, dat het net iets, ja, iets verrassends geeft. Dit is achter Midsland. Striep heet dat dorpje. Het is achter de dijk. Een heel mooi gebiedje. En dat wil ik graag weergeven. De voorgrond moet nog. Ik werk altijd van lucht, zeg maar, naar beneden. En dan... de voorgrond de wat fellere kleuren en de achtergrond is altijd wat waziger. Dus dat moet nooit zo gedetailleerd. Dus ik ben op de helft ongeveer. Cranberries, eend en vissen. Wij eilanders halen het uit de natuur. Vroeger was dat een kwestie van overleven. Tegenwoordig is het hobby. Maar het zit ons een beetje in het bloed, want we zijn en blijven tenslotte eilanders. ...300 vrijwilligers doen de komende 2 weken strandafvalonderzoek langs de Nederlandse Noordzeekust. Zij zijn burgerwetenschappers van het nieuwe onderzoeksprogramma Meet mee voor een schone Noordzee. Een initiatief van Stichting de Noordzee. Voor het eerst worden de Nederlandse stranden door honderden vrijwilligers gemonitord op afval. Ondanks dat er dus weinig te beleven valt op dit moment op de Schelling, kunnen we je wel vertellen wat er wel gaat gebeuren. Speciaal voor jou de seizoensagenda tot en met juli 2024. En dan nu de agenda voor de komende periode op de Schelling. Het begint allemaal op zondag 3 maart met de trailrun. Met afstanden van 10, 15, 25 en 48 kilometer. Een week later, op de 9e maart, de Noordvaarders Cross Country. Een prachtige mountainbiketocht door de unieke natuur van Terschelling. En op 22 maart de Liedje View Tour. De wandeltocht voor speciaal kinderen en hun grootouders. En een dag later natuurlijk de grote View Tour. Voor de 16e keer een uniek wandelevenement op de Schelling. Op 27 april is het weer Koningsdag. Voor jong en oud is er op die dag een feestelijk programma samengesteld op verschillende plekken op het eiland. Leef de koning! Op 1 mei is natuurlijk het traditionele meivuur. Een jaarlijks terugkerende traditie die plaatsvindt op 1 mei. En de ontsteking is altijd om 7 uur. Hoor. Even proeven. Gaan eten. Nou, lekker. Wil de cameraman ook even? proeven? Op 3 mei de proeverij van Terschellinger producten in Midsland. De dag na Hemelvaartsdag, 10 mei, wordt de Harlingen-Terschelling roeisloepenrace gehouden. De HT-race, een van de zwaarste roeiwedstrijden in het land. En een dag later wordt er weer gebungee-roeid. En dat is altijd traditiegetrouw op de dag na de HT-roeisloepenrace in de haven van Terschelling. Terschelling doet menig dichtershart sneller kloppen. Elk jaar wordt Dichter bij Zee georganiseerd. Een dichtfestival in de Middellandse Kerk. Het ziekenhuis, de ontmoetingsplaats van leven, van liefde, dood en hoop. Op 25 mei organiseert de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij de Reddingbootdag. En ook op 25 mei de jaarlijkse kofferbakmarkt bij camping Duinkant in Oost-Trent. Een grote rommelmarkt waarbij je uit de kofferbak spullen kunt kopen. En vanaf 7 juni 10 dagen lang Oerol. Een van de grootste theatermanifestaties van Europa. Tien dagen lang het podium voor theatermakers, muzikanten, kunstenaars uit binnen- en buitenland. Op 25 juni traditioneel de Sint-Janstraafrij, de traditionele paardenmarkt in Midsland. De rijders zijn in het wit gekleed, met klompen en draven zonder zadel door het met zand bedekte Oosterburen in Midsland. Op 24 juni houdt de tweede KNRM Reddingsstations op Terschelling een spectaculaire gezamenlijke oefening bij West aan Zee. En dit is er allemaal te beleven tot en met 31 juli, allemaal op Terschelling. Dit was het dan weer voor deze week. Vond je het journaal leuk? Geef ons dan zeker even een duimpje. Heb je zelf nieuws? Mail ons dan op info@terschelling.tv. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op Terschelling gebeurt en abonneer je gratis op ons YouTube-kanaal. En wil je nog meer Terschellinger nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger en ga hiervoor naar deterschellinger.info. Bedankt allemaal voor het kijken, prettig weekend en tot volgende week.